met... Ik wilde eigenlijk nog niet beginnen met de vlog. Het is vandaag zaterdag 23 januari. Het is 3:04 'smiddags. Ik ben de hele ochtend bezig geweest, maar ik kijk net op mijn YouTube kanaal. En ik zie daar wat. Ik open dus mijn subscriber account. En jongens, kijk eens wat ik zie. Ik heb de 100 abonnees gehaald. Oh my god. Eindelijk. Oh my god, jongens. Het is me gelukt. Ik heb zo lang al die goal om de 100 abonnees te halen. En ze zijn er. Ze staan er gewoon. Kijk. Oh my god. Jongens, iedereen die geabonneerd heeft de afgelopen tijden, jaren. Want ik doe het nu bijna 7 jaar. 6, 7 jaar? En oh my god, thanks voor de support. Voor de liefde, voor de likes. Voor het blijven kijken, voor het abonneren. Het is me gewoon gelukt. Let trouwens niet op mijn haar, want die ben ik nu momenteel aan het kleuren. Maar ik heb de 100 abonnees gehaald. Oh my god. Oh, what the fuck, jongens. Ik ga dit vieren. Ik ga mijn haar zo uitspoelen als het klaar is. Ik ga naar de supermarkt om gebak te halen. En ik ga kijken of ik iets van kaasjes kan regelen met 100 of een 1 en een 0 of zo. Oh my god. Oh, 100 abonnees. Goed, inmiddels is de haarverf uitgespoeld. Ben ik naar de winkels geweest. En heb ik zojuist... Wacht, ik ga hem even aansteken. Een heerlijk gebakje gehaald. En een kaarsje, jongens. Ik heb namelijk... Wacht, ik ga hem allemaal uitblazen. Ik heb een lekker kaarsjes gehaald erbij. Ik heb net foto's gemaakt. Die ga ik zo online plaatsen. En ik ben zo blij nog steeds. Ik ga hem nu in ieder geval lekker eten. Want dat moet ik dus gewoon doen. En ik ga de foto's gelijk online plaatsen. 100 abonnees. Goed, ik zit in de bus. Mijn pa brengt me. Het is natuurlijk nog voor de avondklok dat ik er moest zijn. Dus dat scheelt. En ik ga straks zelf terug. Met de bus ver naar huis. Ik heb even een kopje koffie bij. Die stop ik straks gewoon in mijn tas. Als die leeg is. Dat scheelt weer. Pap is even afval weggooien. Ik heb trouwens niks in mijn haar gedaan. Echt een beetje irritant. Want ik ga nu de hele avond aan mijn haar zitten. Omdat er niks in zit. Maar goed. Maakt niet uit. Komt wel goed. Ik ga zo gewoon lekker even weer werken. Ik heb een beetje oogschaduw opgedaan. Met mijn wenkbrauwen. En voor de rest nog niks gedaan. Maar we gaan op naar het werk. Let's go. Goed. Jas aan. Inpakken. En wegwezen, jongens. Ik mag een kwartier eerder weg. Maar ik was hier ook al 10:50. Dus tasje dicht. Gewoon zo in de tas brengen, dus dat is wel handig. En fijn. Even mijn koffie gelijk pakken. En dan ga ik er vandoor. En op naar huis. Mijn pa wilde me vandaag komen halen. Ik heb gezegd, doe dat maar niet. Blijf maar gewoon lekker thuis. Het scheelt weer. Oortjes in. Tasje dicht. En de deur uit. Oh. Ik mag niet weg hier volgens mij. En ik heb het op. Ik heb de schone opgedaan. En daar gaan we. Niks vergeten. Ik heb alles. Oké. Okay. Nou, op naar huis. Ik doe even onder mijn kin. Een beetje frisse lucht, een beetje ademhalen. Maar ja, wat ik al zeg. Ik ga nu op naar de bus toe. Ik ga wat tussendoor lopen. Alsnog. Het scheelt weer een hoop. Maar ik heb lekker gewerkt. Lieve collega's ook. Gezellig. Lekker gewerkt, gezellig. Want het is daar nooit heel zwaar. Maar het is daar toch wel lekker werken. Dus ja. Op naar de bus. Ik heb op zich nog nooit 's avonds tijdens de avonddienst
s'avonds alleen naar huis gegaan. Ik heb überhaupt nog nooit late avonden gedraaid hier. Vaak waren ze tot 9. Nu zijn ze tot 10. Maar ik moet zeggen, jongens, het is nu wel rustig op straat. Ik ben ook benieuwd wat betreft natuurlijk de avondklok. Dus ik ben nu legaal op straat, want ik heb mijn werkgeversverklaringen. Maar ik heb ze natuurlijk digitaal, dus ik heb ook serieus nu een powerbank in mijn tas. Het zou toch knap lullig zijn als ik ze niet kan aantonen. Als mijn telefoon leeg is, ik denk dat ik ze morgen alsnog ga uitprinten. Het is echt rustig. Normaal rijden hier altijd wel 1 of 2 auto's. Maar er is helemaal niks. Ik zou gewoon op de weg kunnen lopen. Maar goed, gaan we niet doen. Ik ga lekker oortjes in doen. Muziek luisteren. En op naar huis. En daarna lekker mijn bed in. Het is alweer 10 uur, dus tijd voor bedtijd. Strakjes. Maar eerst nog een uur naar huis. Het is best nog lang eigenlijk. Goedemorgen jongens, het is zondag. Het is 8 uur. En ik ben wakker. Oh, ik heb zo diep geslapen. Dat ik vanmorgen ging me lekker om 3 over 8. Ja, net. Het is nu waarschijnlijk 5 over 8. En toen dacht ik echt, oh my god. Het voelt echt alsof mijn ogen gewoon super dik zijn. Ik doe gewoon zeer. Maar goed, ik ga koffie zetten, want ik kan niet zonder koffie 's morgens. Dus dat gaan we dan maar gewoon gelijk doen. En daarna ga ik me gelijk lekker aankleden. Alhoewel mijn pyjama toch ook wel heel erg lekker zit. Maar goed, we gaan me wel gewoon lekker aankleden. Goed, jongens, ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb lekker mijn skincare gedaan. Ik heb wat mascara op mijn wenkbrauwen gekleurd. Voor de rest niks. Mijn bril zit alleen niet zo lekker. Ik heb inmiddels lekker koffie gezet in mijn Starbucks beker en I'm done. Ik ben helemaal zwart. En ik heb dit zilveren gekleurde jasje aan. Omdat het gewoon leuk is. Dus dat. Verder heb ik beneden net even een gaaienwater gedaan voor de papegaaien. En de lichtjes aangezet bij de cavia's. En ik ben nu op zich ready om de dag te gaan beginnen eigenlijk. Ik ga even mijn mini hoops in doen hier zo. In die achterste gaatjes. Want ik vind het niet zo mooi staan zo. En ik ga even krabbelen, want ik heb jeuk. Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik ga even een YouTube video kijken. Dat doe ik eigenlijk altijd. Als ik mijn ding heb gedaan, 's morgens alles klaar. Dan ga ik gewoon een YouTube video kijken en mijn dag beginnen. Nou, vandaag heb ik niet zoveel te doen. Dus een rustige dag beginnen. Goed, inmiddels heb ik gegeten en heb ik iets heel tofs. Ik ga het gewoon lekker benoemen. Vroeger, toen ik klein was, ik was 26 weken te vroeg geboren. En ik lag dus in het Sophia Kinderziekenhuis, zoals je in de vorige vlog hebt kunnen zien. Waarvan ik trouwens nog een paar aanpassingen moet doen, bedenk ik me nu, dus ga ik zo doen. Maar in dat ziekenhuis zijn 2 maanden later zijn er 2 kinderen geboren. En dat was, lang verhaal kort, het zijn uiteindelijk mijn ziekenhuisvriendjes geworden. We hebben er, toen ik nog klein was, heel lang contact mee gehad. Uiteindelijk is dat een beetje verwaterd. En ja, wij als kinderen, weet je, ik had als 4-jarige meid geen telefoon, niks. Dus uiteindelijk is dat verwaterd. En ik kwam er dus vanmorgen achter, tenminste ik vond een van de 2 kids weer. En daar ben ik nu de hele ochtend al mee aan het kletsen via Instagram. Ik vond hem en ik was gelijk aan de kletsen en praten. Het is zo leuk om hem na, wat zal het nu zijn, 17 jaar of zo, misschien wel meer, weer te spreken en te horen hoe het met hem gaat. En wat hij er allemaal aan over heeft gehouden en wat hij inmiddels allemaal heeft gedaan. En hoe het met zijn moeder is. Want mijn moeder en zijn moeder, die waren hele goede vriendinnen. En dat was echt top. En het is super leuk om dat nu weer een beetje terug te halen. Dus zeg maar, het waren 2 broers. En ik ben nu dus met 1 van de 2 lekker aan de praat. Maar het is echt super leuk. Ik vind het echt tof om dit gewoon weer terug te zien. En
alles weer terug te horen hoe het met hem gaat en welke dingen hij zich nog kan herinneren uit die tijd. En wat ik me nog kan herinneren. En ik heb net gelijk foto's opgezocht van ons, want die had ik dus nog. En het is gewoon heel erg leuk om dat terug te zien. Dat vind ik echt tof. Dus dat ben ik de hele ochtend al aan het doen. Het is nu 1:30. Ik ben best wel een beetje aan het inkakken. Was vanmorgen vroeg wakker. Dus ik denk dat ik zo even ga chillen of zo. Ik weet het niet. Ik ben de laatste tijd weer in de middag gewoon heel erg moe. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, maar niet uit. Ik ga een aanpassing doen. Ik ga een aanpassing doen voor de vlog die zo online gaat. En dan helemaal top. Goed jongens, ik lig in bed al de hele middag. Ik ben niet lekker. Ik heb hoofdpijn heel erg. Moe, ik wil alleen maar slapen. Op het steenkoud. Echt steenkoud. Dus ik lig al de hele middag in bed. Het is nu 6:00. Mijn pa die heeft net eten besteld. Hij is Chinees. Maar ik heb ook helemaal geen trek. Dus ik ga ook helemaal niet mee eten. Gewoon lekker in mijn bed, denk ik. Ik denk dat mijn oma helemaal in paniek. Oh, het is toch geen corona? Nee, dat zal wel niet. Maar ik ben gewoon heel moe en hangerig. Dat kan. Dus nu lig ik in bed. Te chillen. Ik ga er ook liever uit. Ik ben niet echt de persoon dat in bed kan blijven liggen of zo. Ik vind het eigenlijk echt vreselijk. Maar ik ga zo denk ik wel gewoon lekker de tv aanzetten. En lekker even film kijken of zo. Was het ben de film de Wings saga aan het kijken. Zeg maar de real life film The Wings Club van vroeger. Ik heb de halve aflevering gezien en die is best wel vet eigenlijk. Mijn make-up zit trouwens onder mijn ogen, dus let daar vooral niet op. Dus ja, ik lig in bed. Niet zoveel te doen eigenlijk. Ik had die nog ergens. Oh, die ligt daar. Laat maar. Oh. Maar goed hier. Stop. Uitzicht zo op mijn kamer, jongens. Ho. Oh. Is toch wel leuk zo.